Michel, om die skinny lens? Ik denk het wel, hè? Ja. Je had een vers woord van mij gekregen. Ja, laatst week ik ook bijzonder niet een protestding, maar nou, je dat ik wel. Je had vers mij gekregen de boeren die ben om het protesteren in Den Haag. Maar sommige mensen die, ja, die ben er net in de gang, maar die ben wel boer. En die, ja, die ben er wel maar eens wat die boeren in Den Haag doen. En die staan je bijvoorbeeld direct in Gietjerk. Geweldig. Ja, we proberen hier begrip te vragen voor de actie die je hoort plaatsvindt in Den Haag. Politiek Den Haag, die, ja, we zijn eigenlijk door Politiek Den Haag in een wedstrijd belonen waarbij de spelregels continu ontvroring binnen. En dat maakt het ondernemen maakt het hartstikke moeilijk. En ja, wij willen eigenlijk de meesten bewijzen wie is op het belang van de boer. In dit beeld, we gaan net van niks voor deze koe kozen. Ja. Koe die bij u zelf in het natuurlongen zit. Ja, dat beeld dat maakt dat maar wat ze kunnen horen. Dat dus had een beetje zin om hier dan te staan, hè? Want iedereen is in Den Haag of zo. Ja, ja, en dat is juist de reden dat ik gisteren dat ik het lokaal ontpak samen met Heid. Heid kwam eigenlijk met het idee om het spandoek te maken. En die hebben we maken. En ik vond het eigenlijk wat te makkelijk om gewoon het spandoek hierop te hingen. Dus ik zei je er zelf bij staan dat er, als er consumenten binnen die, die vragen ha of graag witte wollen. Krijg ik zo direct bezig, graag witte wollen wat we doggen, dan wil ik dat graag uitlezen. Ja, het is ik wel eenzaam, ja, maar het is wel belangrijk. Ja, belangrijk genoeg om je in ieder geval zo te zien. Ja, vind ik wel. Hallo meneer. Hallo. Wat viel van de acties van de boeren? Nou, jullie hebben gelijk. Ze moeten een beetje beter beleid brengen. Dus wat dat betreft ben ik het wel eens. Zo? Nou, dat gaat maar bij. Ja. Nou ja, dat proberen we hier bij een hele protomeester. En dat is wel mooi. Nee, er zijn protomeesten die rennen hier naar binnen. Die zuchten even naar het spandoek. Die denken er even naar en die komen weer weer om. En dan komt vaak de toem even omheen. Dat is denk van ja, ze staan hier wel mijn reden. En als ze dan jongen al het nieuws zien op het 8 uur journaal, zeggen van wat had die boeren al die bedrijven, wat doen ze daar al maar de blinkende trekken, dat de meesten wel begrijpen waarom we dat doen. Een collega boer. Is een collega boer? Ja, rustig. Ja? Ja. Dat is, en dan die vreemde uitspraken die ze al hebben van de veestapel halveren, nou ja, dat komt natuurlijk alleen maar hut om. Dan denk je, dan gaan we dit weg. Ja, het is ja. Ja, je bent elke dag dronken en dan wil je van alles oplijnen. Je wil je van alles oplijnen en je wordt in principe net waardeerd. We knetteren het altijd aan het werk en we zijn in principe de beste boeren van de wereld. Hè? Qua kwaliteiten en alles en ja, dat vierste men waardeerd. Maar waar heb je twijfels dan over mevrouw? Ik denk dat er anders geboerd kan worden. Oké. Okay. Dat denk ik. Je denkt dat er veel boeren dat misschien niet willen of... Ja. Ja, de angst voor een ander bestaan. Ja, denk ik wel. Ja. Nou, bedankt. Oké, joe, dag. Dag. Nou, eerst maar een. Ja, ik vind het wel jammer dat die vrouw voortgeeft, want ik ga een hele grote vragen. Ja, dat snap ik. Met de vrouw je haast, denk ik. Ja, ja. Maar ik vond het wel grappig, want ze hier nog net lezen. Dan stelde ze haar de vraag, ze ging snel in de doek zoen en zei ja, ik ga het lezen. Nou, dan kijk ik daar ook even van troon, want dit wie nog wel de 12 protestfilmpje binnen een week. Dus, die ene protesteerder had ik net op internet zetten, nou de oor, die zit er al weer in. Dus ik denk dat we weer oeien jou, Reinier. Geweldig.